Goedemorgen, dames en heren. Ik ben een beetje laat. Het is al 10 uur en ik heb alleen maar geslapen. Maar ja, ik was ook om het uur wakker op een gegeven moment. Dus om 6 uur ben ik eruit gegaan om te urineren. En daarna ben ik in slaap gevallen. Dus, maar ja, ik ging vanmorgen op de weegschaal staan. En ik mag een cadeautje kopen. Want ik ben nu precies 20 kilo afgevallen. Ik weeg nog 109 kilo. Dus. Wat is het cadeautje? Ik ga dumbbells kopen. Dat zijn gewichten van 5 kilo. Nou ja. Je kan ze helemaal in elkaar zetten. Dus. Ik zal ze vanmiddag laten zien. Want ik ga neem je mee als ik ze koop. Ja, ik ben een beetje laat en wat heb ik als ontbijtje? Ik heb 2 soorten kaas. Als ontbijt. Ik heb 30 plus kaas. Als ontbijt. En ik heb Italiaanse blauwaardige kaas. Ik had alleen maar dingen die ik niet zo lekker vind op een broodje. Dus ik heb dit gekozen. Dus onze mevrouw die houdt het weer allemaal dik in de gaten. Want als ik het nou wijs. Zo, kijk, ziet u? Ik wijs er alleen maar aan. En dat dan kijk ik zogenaamd in kijk niet, maar ik ga hem wel in de gaten. Ik zou mijn schoen aantrekken en ik ga weg. En ik wens u, ik zie u vanmiddag al, of tenminste in de winkel. Doei! Het is weer een zaterdag geworden. Ik ga ook weer op mijn buik. Zo, dit is mijn cadeautje aan mezelf. Omdat ik nou 20 kilo ben afgevallen. 2 van die dumbbells van bij elkaar is het 18 kilo. Dus. Dan kunnen we weer lekker mee oefenen en dan kan de anempies wat groter worden en mijn buikspiertjes. Dus. Alleen al in de doos, dat gesleep in mijn fiets. Ik moet erom lachen hoor. Ik moet zelf om mijn eigen lachen. Zo, goedemiddag. Ja, u ziet mij met een grijs op mijn gezicht, maar ik moet er nog steeds om lachen. 109 kilo, dames en heren. 20 kilo afgevallen. Dus ik merk het ook, want mijn Bertels, zijn stuber, die kan ik alweer een beetje ophalen. Zoals vroeger André van Duin zijn, de stressmeter. Maar nee, ik moet erom lachen. Ik heb ook een cadeautje gekocht. Die heb u gezien. Dus ik kan dan nog even de armpjes meer gaan doen. Nou. Ik ga even lunchen, want zometeen komt Sinterklaas. En we hebben ook weer TV! Ja! Gelukkig, want vanavond komt er een heel mooi gevecht op MMA Bellator op Spike. Dat is op kanaal 13. Daar ga ik vanavond naar kijken, maar het is pas om 11 uur. Dus. Martijn, ik heb nu al 3 weken niet gedronken. He, geen druppel alcohol. Want na die fles, of tenminste na die fles, na die 2 glazen rum, dan heb ik zoiets van. Dus. Wat heb ik als lunchie? Nou, ik heb een uitgebreide lunch voor deze keer.
En wel heel uitgebreid eigenlijk. Niet dat ik meteen ga vol eten, maar dit zijn allemaal koolhydraten arme dingetjes. Ik heb een cracker met die Italiaanse kaas. Ik heb 4 komkommer gewikkeld in rookvlees. En ik heb een haringie. Dus ik vind het heerlijk. Ik lag me helemaal dood. U mag het ook weten, ik ben trots op mezelf. En schouderklopje, Robbie. En ja, ik ga even eten, want over een kwartiertje komt Sinterklaas. En die komt hier door het hele dorp heen. En dan maak ik er natuurlijk even opname van. Dus. Nou, ik zou zeggen. Doei! Ja, oud Sinterklaas komt hier in de stad. Goedenavond, we zijn er dan weer aangekomen bij Wat Eten We Vanavond? Nou, het is zaterdag. En ik heb zin in hamburgers. Hamburgers, dat is toch vet? Nee, niet zoals ik ze maak. Ik heb zin in pittige hamburgers. Wat heb je nodig? Twee hamburgers. Een tomaat. Grote ijsbergsla. Tenminste, bladeren van de ijsbergsla. 2 plakjes kaas. Een ui. En jalapeno's. Dus lekker pittig. Goede vetverbranders. En ja. We gaan ze zo maken. Ik ga de hamburgers dus niet in de olie bakken, maar in mijn eigen vet, dus op de grillplaat. We hebben er ook nog friets bij. Friets? Ja, koolrabi friets. Dus, nee, dat gaan we vanavond eten. En ja, ik zie u aan tafel. Eigenlijk is het heel simpel. Verhit de grillpan goed heet. 5 minuten de hamburgers bakken aan beide kanten, dus om de 2 minuten even draaien. Nou maak ik hem 6 van, maar dan zijn ze nog een beetje rauw van binnen en het is lekker. Je moet eigenlijk die jalapeno's die moet je in de gaatjes drukken. Kijk, er zitten van die gaatjes in en daar druk ik de jalapeno's in. Dus die worden gelijk meegebakken. Dus je hebt gelijk een pittige hamburger. Ui in plakjes snijden. Wel eens even schilletje eraf. Tomaten in plakjes. Hamburgers op de slabladeren. Precies in het midden. Slabladeren. En weet het. Plakje kaas erop. Ui erop. En dan. De tomaat erop, dichtvouwen en je 2 top hamburgers. Niet te vet, ik heb het net uitgerekend. Ik kom op, bij elkaar kwam ik op 30 gram koolhydraten. En het is bij elkaar 480 gram aan calorieën. Dus, eiwitten. 54 en vet iets van 38. Dus genoeg eiwitten om weer die spierballen
te kweken en morgen genoeg energie voor even een rondje in de ochtend. Dus. Nou, ik zie u zo meteen aan tafel. Ja, goedenavond. We zitten weer aan tafel. Even de dag doornemen, dan kun je vel gedaan. Even naar de markt heen en weer. Die dumbbells opgehaald, die heb u gezien. Nou, doe nog een keer naar Appie. Ik was wat vergeten. Nou, en nou zitten we aan tafel. Met weer een dreiging in Brussel. Wordt het niet eens tijd dat wij een dreiging doen naar alle moskeetjes in Nederland? Hè? Oh ja, dat mag ik niet zeggen, want dan ben ik weer een hard saaihond. Nou, ik ben het helemaal zat met die gasten. Dus, ik kwam er ook eentje tegen in een jurk op de markt. Ik heb gevraagd of hij zijn bomgordel jongen had. Bah, ik begin er steeds meer een hekel aan te krijgen. Ik denk dat je zometeen een burgerrol krijgt. Dat we zeggen van hup, al die grenzen dicht. En dag Syrië. Want er waren er alweer twee binnengekomen bij Parijs. Via Griekenland. Hè? Als zogenaamde vluchteling. Ja. Geen papieren, meteen terug. Dus. Nou, wat heb ik als vanavond als maal? Nou, ter viering van dingers. Heb ik een hamburgertje. Ik heb twee hamburgers. En het ziet er zo uit. Blaadjes sla, tomaatje, kaas. En dan de hamburger. Dus, heerlijk. Frieten erbij van kool, Rami. Dus, ik eet mijn buikje wel vol vanavond met heel weinig calorieën en koolhydraten. Dus, mijn maag wordt ook steeds kleiner, want soms heb ik na twee happen al van... Maar ja. Dat ga ik vanavond doen. Nou, ik ga vanavond televisie kijken. Op 13 Spike komt MMA Bellator. Dat is weer dat zijn die kooi gevechten. Maar vanavond komt die Nederlander in actie. En dan wil ik wel even kijken. Dus. Ja, vergeet het maar over die. Wordt het niet eens tijd dat we een moskeetje in de inzetten? Want dat mag ik echt niet zeggen. Maar ik ben het helemaal zat met die gasten. Dus ik wens u een hele prettige avond. Ik stond er net te koken met die jalapeno's. Maar dat stond helemaal op een keel. Dus aardig pittig. Dus ik wens u een prettige avond. En als je vanavond de voetballer gaat, ga er gewoon heen. Laat je niet gek maken door die baardapen. Hardbaarden, dat noem ik ze altijd. Dus, nou, Zwarte Piet was hier ook. Dus, ik vond het geweldig. Maar ja, dan heb je een klein dorp. Dan komt Zwarte Piet nog. En geen Witte Piet, of een Roetpiet Piet, of een Blauwe Piet, of een Goudse Wafel Piet. Dus... Wij discrimineren niet, we houden het in ere. Dus. Nou, ik wens jullie allemaal een prettige avond. Doei!